you're down and troubled and you need some love and care. We hebben een groep die heel hard aan elkaar hangt. En als er iets fout loopt, durven we dat ook te zeggen en pakken wij dat als groep op. Wel, Sven is inderdaad heel loyaal naar de mensen rondom hem. Hè. Dat is ook heel duidelijk als je ziet wie rond hem staat en wie over al die jaren ook altijd op diezelfde positie gebleven is. Kom maar, go! Beetje precies, hè? Beetje precies, dat wel, hè? Want een millimeter te hoog of een millimeter te laat, maar het moet juist staan, hè? Een millimeter, dat telt niet, hè? Dat is hem, hè? Hoe hard dat hij ook is. Als sporter, zo zacht is hij eigenlijk als mens. Om ruzie te hebben met Sven of die kwaad te krijgen, dan moet het echt al heel ver drijven. Ik kan er geen ruzie mee maken. Ik heb ook van alles geprobeerd, hè, om deze een beetje zo op zijn paard te krijgen, maar dat is heel moeilijk. Ja, zo nice. Dat is. You've got a friend. Ik denk dat dat toch eigenlijk anders is dan de meeste andere sporters. Omdat hij eigenlijk voor zijn sport kan leven van 1 januari tot 31 december. Je moet mentaal zeer sterk zijn om 40, 45 wedstrijden op een jaar steeds opnieuw voor die overwinning te gaan. Dat is een jaar geweest waar hij 31 overwinningen gehad heeft op 42 wedstrijden. Ja, dat is euforie. Dat is, en dan in de zomer nog die mountainbike daarbij en zo. Het dan ook schoon dingen laten zien. Zo. This is it. Here I stand. I'm the light of the world. Love you grand. Er zullen nog heel weinig zijn die dat ooit zullen evenaren. Daar ben ik zeker van. Want tenslotte zeiden ze vroeger, Merckx is een kannibaal op de weg. Maar ik denk dat Sven de kannibaal van het veld is. Zeker weten. Ik zou het direct opnieuw doen. Direct, ja. Want geen dat je van Sven terugkrijgt, van vriendschap en dingen, dat is, ja. Ik denk niet dat er veel mensen Sven Nys als mensen echt kennen. Maar wij hebben denk ik het geluk gehad om die wel te leren kennen. En dan, als je die zo op die manier ook leert kennen, langs een andere kant, buiten de sport, dan heb je daar nog meer respect voor. Als ik dan naar terug heb voor de geestal, van als mijn begost zijn tot na, dat is magnifiek. Dat is magnifiek. Ik denk als komend seizoen de crossweer gaat beginnen, dan ga je heel vaak terugdenken aan de tijd dat je aan de start staat. Ik ga het wel missen. Ja, het is een grote manier. Echt. Een hele grote manier.